Gisteren in de Bondgenoten. De gieren zitten op zwart zaad en dat zorgt voor geruzie over de boodschappen. Koffie. Ik wil wat koffie erbij. Ja, dat gaat niet. Natuurlijk gaat er wel als je één brood eraf haalt. Waarom zou ik brood eraf halen zodat u koffie kan drinken? Sorry dat ik het zeg, maar dan heeft mijn team dadelijk niks te vreten omdat jij koffie drinkt. Niet zo brutaal. Nee, ik wil daar gewoon niet mee. Ik ga daar niet weer aan beginnen. Ja, snap ik. Maar ons team wil brood en geen koffie. Ook bij de Vossen gaat het mis door geldgebrek. Eduardo eist pure hagelslag, terwijl Kim liever iets inkoopt voor het hele team. Ik heb gewoon geen merk. Het enige wat ik nu vraag is puur. Jij bent de enige die het gaat eten. Als jij dat in een maand opeet... Alles wat ik vraag, Kim, krijg ik niet. Ik trek gewoon nu mijn handen eraf. Ik ben er nu gewoon klaar mee. Drama genoeg, maar gelukkig is de spanning van een nieuw spel de perfecte afleiding. Ja. Oh. Ben je samen of toch alleen? Zie je door de leugens heen? Iedereen speelt zijn eigen kaart. Wat zijn echte vrienden waard? Vertrouw ik jou? Vertrouw je mij? Sta je aan het eind nog aan mijn kant? Vertrouw ik jou? Vertrouw je mij? Ben je straks een vriend of een vijand? Maar de algemene kennis die er geweest is, die kunnen we denk ik allemaal wel spelen. Ja. Ja, en daarom denk ik dat we dan op safe moeten spelen. En dan denk ik dat het breedst misschien dan toch Rob is. Ja, ik vind het jammer dat we hem gelijk naar jou schuiven dan dat we aanhoren wat iedereen wilt. Ja. Dan is voor mij het vertrouwen zeg maar weg. Ik heb gewoon even zin om iedereen te laten zien wat ik in huis heb. Want vertrouwen ik zwaar onder schat. Ja, maar daar gaat het niet om, hè. Je moet het kunnen. Ik heb vorige maand ook niks gespeeld. Je moet het wel kunnen. Ja, ik weet dat ik het kan. Het is algemene kennis, hè? Ja, dat snap ik. Je mag het wel laten zien, maar je moet het wel doen dan, hè? Ja, meer. Oké. Okay. Hoe demotiverend is het om te horen, ja, ik weet niet of je dit kan. Tuurlijk wel. Hoe is dat demotiverend? We hebben het gewoon gezegd. Goed, Sam. Jij mag het doen. Ja, letterlijk. Als iemand anders deze had opgeheist, had ik gezegd, kom op, vol gas, jij kan dit. Ik had 100% achter die persoon gestaan en dat gevoel krijg ik nog bij jullie. Ja, maar luister eens even, Sam. Jij mag het sowieso doen, maar niemand van ons heeft iets opgeheist, hè? Niemand. Jij was de enige die zei van ja, ik doe hem. Nee, ik heb niet gezegd ik doe hem. Ik heb gezegd ik zou hem heel graag willen doen. Ik zou heel graag ook vertrouwen willen zien. De rest heeft dat niet gezegd. Over dat ik het kan. En ik zie hier nul. Ik twijfel gewoon tussen jou en Mary. Dat ja, dan schuif je lekker Mary weer naar voren. Prima. Hoezo? Ja, omdat ik het gewoon vervelend vind. Ik twijfel tussen jullie twee. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe jouw kennis is. Als jij zegt, ik wil hem pertinent spelen. Nee, dat niet. Dan maar mag iemand ook spelen. Maar ik denk alleen dat mijn algemeen kennis breder is, denk ik. Maar... Ja, ik weet niet. Ik vind het prima als jij hem speelt, maar ik wou gewoon even delen dat ik daarmee zit een beetje. Ja, ik kan me beter uitspreken. Ja. Straks ook even overleggen, dan gewoon de laatste keer als we daar staan. Stel je voor, je voelt hem echt en denkt, wow, deze is echt nu voor mij. Dan... Nee, want dat voel ik nu al niet meer. Nee, want dat snap ik, dat het vertrouwen dan weg is. Kom maar goed, Sam. Ja, dankjewel. Kijk, dit is het enige wat ik hoef te horen. Het komt wel goed. Wordt alleen maar, het voelt gewoon alsof jullie mij de grond intrappen. Zo voelt het. Dat is niet waar, Sam. Dat is wel waar, Mary. Zo'n hittepetitje. Nee, ik ben geen hittepetitje. U kent mij niet. Want je hebt nog geen één keer de moeite gedaan om mij te leren kennen. Dus om de hele tijd te zeggen, ik ben dit, ik ben dat, bent u niet voor in de plaats. Dat meen ik echt. En ik vind het echt heel vervelend dat ik alleen maar overal hoor. Ja, kan je dit wel? Ja, weet je dit wel? Dat ja, hebben we niet gevraagd. Ja, misschien wil ik wel. Dat hebben we niet gezegd. We hebben gewoon gezegd, je moet kennis ervoor hebben. Ja. Ik heb niet gezegd dat je dat niet hebt. Ik heb helemaal niks negatiefs naar jou gezegd. Maar ik zeg alleen, ik twijfel tussen jou en Mary. Ik heb ook niks positiefs gehoord. En dat is wel wat je nodig hebt voor een opdracht, toch? Als jij zegt, ja, ik kan rekenen, dan zeg ik, kom op, Sereen, pak ze. Voel je er alleen maar verhitting, zeg maar. Nul teamgevoel. Laat ze een poepje ruiken voor 250 punten. Ja, dat zou toch wat zijn? Of ze 250 punten halen? Oh, dan lach ik iedereen uit teer. Kijk, ik heb er al twee gespeeld natuurlijk van de twee. Ja. In dat opzicht wil ik wel gewoon iemand anders laten spelen aan de andere kant. Die spellen die moeten gespeeld worden omdat dat ons eten en onze punten en onze ranking is. Ik weet wel dat ik goed ben in de algemene kennis. Ja, dat is, maar dat is ook geen geheim denk ik hier. Ja, ik wil ook wel echt graag drukken. Hoe moet je dat doen? Ja, dit is weer een Wesley ding. Ik ligt alleen aan het drukken. Ja, het is een beetje lastig. Wat weet je? Ja. Ja, maar dat is met voor anderen ook. Rammen. Ik vind je wel heel sterk. Rammen, als je fout antwoord geeft, is het jouw schuld. Alleen dan. Alleen maar dan. Dank u wel, Zet hem op, Mary. Dank u wel, Mary. Kom op, hè. Je kunt het.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag tijd voor een kennisopdracht waarbij de een de ander zomaar voor het blok kan zetten. Twee deelnemers per team moeten deze opdracht gaan spelen en krijgen van mij open vragen. Eén deelnemer staat bij de drukknop en als hij of zij denkt dat degene achter hem of haar het antwoord weet, dan druk je. Vervolgens moet degene die achter staat meteen binnen 5 seconden antwoord geven. Jullie mogen nu gaan bepalen welke twee spelers van jouw bondgenootschap dit gaan doen. De haaien weten het antwoord al. Danielle drukt en Wesley tikt de vraag af. Maar hoe gaan de andere teams dit aanpakken? Ja, ik moet gewoon drukken. Ja, ja, komt wel goed. Hij drukt gewoon als je niet weet, jammer. Doen? Ja. Jullie kennen elkaar het best ook. Ja, goed, maar als jij hem graag wil doen, wil je graag drukken of niet? Ik vind hem niet erg een burger. Vertrouwen geven. Ja, oké. Okay. Dan wil ik wel drukken als jij niet heel graag wil. Genie. Ik wil graag beginnen bij de gieren. Wie van jullie gaan het spelen? Ik en Sam. Ik wil gewoon heel graag een keer een deskopdracht spelen. Iedereen laten zien dat ik kopje ben. En met wie kan ik dat beter dan met Nicky hier? Dus ik ben heel erg blij dat mijn team ons toevertrouwt. En we gaan er gewoon het beste van maken. En wie gaat er dan drukken en wie gaat er antwoord geven? Ik ga drukken en Sam gaat antwoorden. Oké. De slangen. Wij met z'n tweeën doen. Lodewijk en jij. En wie gaat er drukken en wie gaat er spelen? Ik ga op het knopje rammen. Dat betekent dat jij veel kennis moet hebben, Lodewijk. Ik ga op het blok staan. Ik ga door naar de haaien. Wij gaan spelen. Er zijn de laatste tijd weinig opdrachten, Wesley, die jij niet doet, hè? Deze keer ben ik redelijk stil geweest boven, maar ze kozen mij dat ik mocht gaan spelen. En ga je dan drukken of antwoord geven? Ik ga antwoord geven. Dat betekent dat jij moet inschatten, Danielle, hoeveel hij weet. Ja, hij weet heel veel. Dus het komt goed. En dan de vossen tot slot. Wie gaan er spelen? Kim en Robert, in welke verdeling qua taken? Ik ga drukken. En jij gaat antwoord geven? Ja. Dan wil ik nu graag dat iedereen die niet gaat spelen naar de bar gaat. Succes! Dank je wel. Succes allemaal. Deze opdracht draait volledig om vertrouwen hebben in elkaar. De duo's krijgen 10 open vragen. De speler die het snelste drukt, claimt de vraag. De speler die moet antwoorden, heeft daar 5 seconden de tijd voor. Is het gegeven antwoord goed, dan verdient het team 5 punten. Maar is het fout, dan krijgen alle andere teams 1 punt. De winnaar van deze opdracht verdient 250 punten. Plek 2 is goed voor 100 punten. De nummer 3 krijgt er 50 en de laatste helemaal niks. Hier komt de eerste vraag. Welke maand roert volgens de bekende weerspreuk... Wesley. Maart. Maart is goed. Volgens de bekende weerspreuk zijn staart. Maart roert zijn staart. Jullie hebben de eerste 5 punten binnen. Hoe heten de wezens uit de gelijknamige videogame-reeks waarvan Pikachu een van de... Lodewijk. Pokémon. Pokémon is goed. Pikachu een van de bekendste is. Ook 5 punten voor jullie. Welke voormalige langebaanschaatser wordt ook wel de beer... Lodewijk. Rientje Ritsma. Rientje Ritsma is goed. De beer van Lemmer genoemd. Rientje Ritsma, heel snel gedrukt door Bo, levert wel 5 punten op. Welk televisieprogramma is door zowel Rick van der Westerlaken... Wesley. Wie is de Mol? Wie is de Mol is ook goed. Rick van der Westerlaken, Art Royakkers als Karel van der Graaf gepresenteerd. En zelfs Angela Groothuizen. Wie is de Mol? We hebben 0 punten voor de gieren, 10 voor de slangen en de haaien en 0 punten nog voor de vossen. We gaan verder. Met welke naam wordt een vliegtuig van de Amerikaan... Robert. Boeing. Nee. Met welke naam wordt een vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht aangeduid als de president van de Verenigde Staten aan boord is? Air Force One. Er gaat 1 punt naar de andere teams. Welk woord hoort op de puntjes in de titel van dit boek van Jan Wolkers? Turks. Lodewijk. Fruit. Fruit is goed. Jullie krijgen er 5 punten bij. Welke stad stond vroeger bekend als Constantinopel? Lodewijk. Istanbul. Istanbul is goed. Je twijfelde even, of niet? Goed gedaan. Met de zanger van welke band... Lodewijk. Gold Band. What the fuck? What the fuck?
Ik zei alleen nog maar met de zanger van welke band. Ja, ik dacht dat je ging vragen welke zanger Maan een relatie had. En dat was volgens... Ik ging inderdaad vragen met de zanger van welke band heeft zangeres Maan een relatie. Hier niks aan. Nou, ik sta echt perplex. Goed, we gaan verder. Je krijgt er 5 punten bij. Wat is de roepnaam van de kroonprinses van... Irene. Kroonprinses van Zweden. Het kan niet blijven goed gaan, Bo, natuurlijk, zo snel drukken. Het antwoord moet zijn Victoria. En we gaan naar de laatste vraag toe. Van welk orgaan is pancreas de la... Wesley. Alvleesklier. Alvleesklier is goed. Handen kunnen van de knop af. We hebben 10 vragen gehad. Wow. Je had ook nog mogen zeggen de buikklier of de buikspeekselklier. Maar meer gangbaar is inderdaad de alvleesklier. We gaan naar de punten kijken. We hebben 10 vragen gehad. We zien dat de Vossen 1 punt hebben behaald. En daarmee onderaan eindigen en geen punten krijgen voor het klassement. 2 punten. 1 puntje meer maar soms kan het genoeg zijn om wat te verdienen. Voor de gieren, die krijgen dus 50 punten. Veel meer punten voor de haaien. 17 maar liefst. Die verdienen 100 punten. Maar echt niet te kloppen vandaag waren de slangen. 26 punten en daarmee 250 punten voor het klassement. Het is natuurlijk wel zo dat van de 100 punten van de haaien er 20 naar de gieren gaan. Dus jullie krijgen 80 punten en jullie maar 10 minder, namelijk 70. Want die tellen we bij jullie bij op. En dan gaan we kijken wat dat betekent voor de ranking. Dit is de ranking zoals hij was. En dit is de ranking zoals hij wordt. Zo. Een behoorlijke verschuiving. De slangen nemen ruim de koppositie over. Ik wens jullie een fijne dag. We zien elkaar snel. Doeg. Goed gedaan. 70 puntjes. Oh, gelukkig maar. Helemaal opgefokt. De grote bek, kinderachtig gedrag. Ikke. Gezeerd met 0,0. Echt, ik ben helemaal klaar met hem. Je moet ook echt niet tegen me praten, want ik zweer dat ik krijg de wind van voren. Ik zeg maar geen ruk. In de slaapkamer van de gieren heerst er ook geen jubelstemming, maar wel gelaten tevredenheid. Sam heeft niet de kans gekregen om vragen te beantwoorden, maar ze zijn toch derde geworden en hebben vol geprofiteerd van de altijd sterke haaien. We hebben weer tevreden. Ja, nou dat nou, is precies wat we wilden, toch? Hartstikke goed. Nou, ik wou eerst staan. Dat kan niet tegen de hun. Dan had je sneller moeten drukken. Kom. Deze was wel echt vet, hoor. Deze was echt vet. Ik heb hem nog niet zo vet gezien. Ook niet over al die andere seizoenen. Ik ben ook wel blij dat ik daar stond. Want ik voelde precies wanneer ik moest drukken. Ja. Precies. Ja. Dit was echt een goede keus. Dit woordje keus. Dit was de perfecte keus. Gewoon. Het was wel redelijk snel. Ja, daarom maar, gek. Nee, maar ik vind het gewoon vervelend. Hun weer gewonnen. Ja, weet je wel, weer. Het is niet anders. Boeien, we hebben... Idee dat het mijn schuld is. Constantinopel. Jij was echt... Constantinopel wist ik hoor, dit is zo'n Lodewijk-vraag. Ja. Die guy weet het. Ja. Ja, het is echt gewoon nog sneller drukken. Het is echt zo fucking moeilijk. En de rest drukte ik net 1 seconde te laat. Ja. 1,5 seconde, weet ik veel. Ik heb niet eens naar de vragen geluisterd bijna, want het ging zo snel. Ik vind het echt jammer dat ik nou alsnog niet heb kunnen laten zien wat ik wilde. En ik ook niet, maar ja, hey. Dikke boeien. Dat vraagt prima, toch? We hebben wel punten. We hebben punten. We hebben spullen gekregen voor een moestuin. Zo leuk! Ja, de lente hangt in de lucht. En eten uit eigen tuin kost geen punten. Dus met een beetje groene vingers kan het wel eens een smakelijke zomer worden. Wat hebben we allemaal? Radijsjes. Radijsjes. Munt. Spaanse pepertjes. De slangen bereiden zich op een andere manier voor op beter weer. Ze kiezen collectief voor een nieuwe koep. Zijn jullie een wedstrijdje wie het verneukst eruit komt te zien? Wij bezetten jullie wie? Ja, dit is lachen. Potgrond hebben we. Kunnen we van alles hebben? 2. Nou, hebben we over een maand hebben we vergeten. Ja. Zullen we dat vanmiddag gaan doen? Kunnen prima. Ik vind het wel lachen. Ja. Gaan we doen. Okay. De Vossen hebben totaal geen puff voor een nieuw project. Hun team staat op omvallen. Want het geruzie over de hagelslag van Eduardo heeft zijn weerslag gehad op de prestaties tijdens de verdienopdracht. Dus nu zitten ze met een hok vol herrie en amper punten. Even praten met elkaar. Ja, maar ik trek het niet, echt niet. Ik trek hagel echt niet meer. Ook dat uitspreken is ook wel lastig. Ik zit er ook gewoon tussenin. Ja, en ik denk dat Rode ook tussenin zit. Ja, weet ik. Maar weet je, het is bij mij gewoon wel zo. Ik ben nu 3 cyclussen verder. En ik vind haar in sommige punten zwaar egoïstisch. Mm-hmm. Ze is... zwaar kinderachtig. Ze heeft 0,0 empathisch vermogen. Mm-hmm. Alles moet zoals zij het wil. Ze brengt echt onrust in mijn hoofd. En daardoor ben ik gewoon niet strijdlustig. Nou, sorry, maar dan ben ik er echt aan. Voor mij is de lol er echt af en dat vind ik 3 weken kapot lang. Oh, ik weet echt niet wat ik moet doen.
Dat is echt fucked up. Ja, het is echt niet normaal. Het vervelende is ook, zeg maar, het wat niet uitgesproken wordt, is ook zo voelbaar. Ja, maar moet ik nu echt naar hem toestappen? Terwijl hij oude koeien uit de sloot haalt? Als ik het verkeerd zie, dan hoop ik dat iemand dat ook gewoon tegen mij zegt. Ja, tuurlijk. Maar ik weet gewoon oprecht niet wat ik moet doen. Ik ben er echt een beetje klaar mee. En dan word ik ook koppig. En dan heb ik ook geen zin om gewoon energie in te stoppen. Maar het is ook gewoon vervelend. Dan zitten ze met z'n drieën boven te praten. Dat ik denk, als ik erbij zit, dan wordt er niet gepraat, snap je? Vind ik ook vervelend. Als ik dan straks vertel wat ik vervelend vind, komt er niks uit zijn mond. Nee. Maar ik merk gewoon dat er van haar totaal geen medewerking komt, ja. Op dit moment sta ik echt op springen, gewoon echt. Ja, ik denk dat het aan allebei de kanten zo is en dat jullie elkaar niet begrijpen en hetgeen wat jullie doen, dat alleen maar elkaars woede versterkt, zeg maar. Ik vind het gewoon zwaar. Maar ik weet gewoon dat hij niet naar mij toe gaat komen. Hij praat met iedereen, behalve met mij. Het is echt verschrikkelijk. Hij wou niet mee lunchen. Tijdens het avondeten kijkt hij me niet aan. Toen hij naar bed ging tanden poetsen, zei hij niks. Hij kijkt me gewoon niet aan. Vanochtend keek hij me ook niet aan. Ja, maar hij is ook gewoon alsof ik dood ben. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, dat is echt niet leuk. Want we weten allemaal, met reuring in je bondje ga je nooit winnen. Gebeurt gewoon niet. We hebben het nu keer op keer gezien. Ja. Ik heb even een vraag aan jullie. Ik wil echt heel graag bellen. Maar vanaf hoeveel punten vinden jullie dat ik kan bellen? Ik denk als we 150 voorstaan. Ik kom nooit meer voor. Nee, ik kom nooit meer voor. Ik ga niet meer voorkomen. Dus dat betekent dat ik niet kan werken. Ik denk als we de volgende proef winnen, dat het echt wel kan. Ja, maar daar moet je niet van uitgaan. Ja, maar als we hem winnen en als we dan de volgende proef punten hebben, dat het echt wel kan. De haaien hebben 3 opdrachten op rij goed gepresteerd en staan 2e. De kans dat ze een belletje van 50 punten bij een volgende opdracht weer terugverdienen is dus groot. Tenminste, zo ziet Danielle het. Voor mij wordt het wel echt heel belangrijk dat ik dadelijk ga bellen. Want ik voel gewoon dat er iets, omdat ik ook een beetje onzeker word en weet je wel zo. Dus ik merk wel echt aan mezelf dat het echt wel belangrijk wordt dat ik weet hoe het thuis gaat. Kijk, nu kan het gewoon nog niet. Nee, het is nu, zeg maar, is het nog niet zo heel erg handig ook, zeg maar, op de plek in de... Dus. Komt goed, lieverd. Want ik meen het serieus, ik denk echt dat wij wel genoeg punten binnen gaan halen. Dat denk ik echt serieus. Meer. Bo en ik gaan 1 bak doen. Doen jullie de andere? Ik ga de met Wesley doen, hebben we afgesproken. Ja, Bo wil ook 1 bak doen. Ja, maar Wesley en ik doen al. Ja, er zijn 2 bakken, dan kunnen jullie er ook 1 doen. Wesley 1 bak en 1 bak, ik. Jullie samen 1 bak wordt het. Nee. Nou, let Wie maar op. Wie zegt dat? Ik. We hebben het gauw afgesproken. Ja, daar was ik niet bij meer. Als jullie nou eens wat doen voor de kost, heb je meer inspraak? Bo, ik heb al gezeik hier. Ja, maar zo werkt het toch niet? Jullie doen geen ene flikker in dit huis. En als er dan wat leuks is, dan wordt het opgeëist. Ja, zo zie ik het niet hoor, meer. Ja, maar ik wel. Ja, dat kan. We hebben gisteren de badkamer ook niet schoongemaakt. We moeten er steeds achteraan lopen. Ja. Het zijn altijd dezelfde mensen die opruimen. En als er dan iets leuks komt, dan springen jullie erop af. Nou, dat we erop afspringen valt wel mee. We zeggen toch, we doen 1 bak. We zeggen niet, we doen alles. Maar zou je dat dan niet even in de groep gooien? Laat mij ook even uitpraten, Mary. Dat ik zeg, wij doen 1 bak en jullie niet. En jij zegt vervolgens, we hebben dit afgesproken. Dat heb jij met Wesley misschien afgesproken, maar daar heb ik niks van gehoord. Dan gooi je het in de groep. Waarom heb jij dat niet gedaan meer? Omdat jij nu het ten nadele bent ervan? Kijk, niemand wilde dit zo. Toen zeiden Wes en ik, oh, dan doen wij het wel. En nu opeens wel. Maar dat betekent niet dat niemand het wil. Ik heb jou en Wes ook niet gehoord. Dat hoor ik ook niet. Nee, omdat wij zeiden, zullen wij dat dan maar doen? Ik zie niet de logica die je hanteert hierin. Ik denk dat we geduld moeten planten. Ja, pak even een potje. Wij zouden toch die maar nu hebben ze niks te doen, dus nu zitten ze te kloten. Nou, ik hoef het niet meer, hè? Dan maar goed. Je de handen van afsteken. Dan weet je het in ieder geval. Ik hoef het niet meer. Maar ik ben dus heel benieuwd of ze het in de groep gooien, want alles wordt hier toch in de groep gegooid. Dit dus niet. Dit zeker niet. Ik denk dat we even
een rondje moeten praten. Ik zat boven en toen was het... Naar mij toe? Ja, over jou. Ik vind het echt ongelooflijk. Yep. Maar ook gewoon dat jullie met z'n drieën gaan praten en dan dat ik er nu zeg maar bij moet. Zo ging het niet. Nee, maar snap je hoe dat ook voelt als ik dan hier als enige beneden loop en jullie met z'n drieën al zitten te praten? Maar laten we dit niet hier... Kijk hoeveel mensen hier staan. Of niet hier. Niet handig. Dat is wel de oude rijst. Ja. Van gisteren. Jij bent niet oké. Ik kan beter gewoon alleen gaan zitten eten. Oh, ik zeg niks. Hij stort zich schijnbaar al heel lang en heel veel dingen aan mij. Dat heeft hij straks allemaal verteld. Ik snap niet, als hij dan die frustraties heeft, waarom deed hij dan niet uit voordat hij nog een keer met jou in een bondje gaat? Maar dat is dus door mij. Omdat hij zich stoort aan mij. Hoe stoort zich aan jou? Weet ik veel. Wat doe je dan? Het komt wel goed uiteindelijk, Kimmy. Weet ik, maar het is gewoon vervelend. Gaan wij nu zitten met z'n vieren dan? Samen die kant op. Iedereen ready? Ready. Ik denk dat we even het beste een en ander kunnen uitspreken. Vooral met Kim en Edu. Er zijn volgens mij wat spanningen. En we hoeven elkaar dan niet per se te begrijpen. Maar elkaar gehoord hebben en even weten waar iemand mee zit, dus denk ik oké. En we hoeven er ook niet vandaag uit te komen. Ik moet wel zeggen dat ik ontiegelijk hoog in mijn emotie zit. En ja. Echt heel hoog. Ik loop gewoon tegen een aantal dingen aan. Ik vind dingen niet correct gaan. Ik vind dat niet goed naar elkaar wordt geluisterd. Ik vind dat te veel in de ik-vorm wordt gesproken. En daar heb ik heel veel moeite mee. En dan krijgen we dat gauw met die boodschappen. Ik vind het triest dat we moeten gaan discussiëren over een bedrag van 2,69. Ik vraag nooit iets. Dat zit mij heel hoog. Dan gooi ik inderdaad de handdoek in de ring. En dan denk ik, stik maar met je hele boodschappen. Nou, dan hebben we vandaag een stukje over het spel. Halen we 0 punten. Ja, heb ik inderdaad een bouwmoment. Inclusief de afgelopen dagen komt het bij mij heel hoog. En dan op dat moment moet ik mijn gal spuwen boven. En ik zit nog steeds ontiegelijk hoog in mijn emotie. En ik vind het wel goed dat je dit gesprek op het meldt. Maar de juiste woorden nu te richten naar Kim heb ik niet. Het enige wat ik nog heel graag zou willen is bellen. En voor de rest kan die hele boodschappen en die punten me echt gestolen worden. Dat is hoe ik erover denk. Kun je daarop reageren, Kim? Of dat nee. Ook even zelf? Niet op dit moment. Dat boodschappenverhaal, ik denk dat we daar wel even op een gegeven moment een streep onder moeten zetten. Ja. We hebben nu die boodschappen besteld. We hebben eten voor de hele week. We gaan er nog bij bestellen wat we willen. Ja. Alleen, dat moet geen issue worden. En er is ook nog niks, geen man overboord. Hè? Er is niks. Alleen nee, maar ik ben voor mijn gevoel... Nee, ik ben klaar. Leuk. Zij komt dat op. Leuk geprobeerd. Ja, nou, maar dit weglopen. Maar ik wil wel respect voor jou, Mel, dat je het hebt geprobeerd en dat je het doet. En ik hoop absoluut, we hebben het geprobeerd. Oh, nee, kijk, weet je, ja. Niet aan een dood paard gelopen trekken. Waarom moet je nou weglopen? Nou, dat vind ik helemaal respectloos. Het is totale crisis bij de Vossen. Melanie heeft geprobeerd een ruzie tussen Eduardo en Kim bespreekbaar te maken. Maar het is er alleen maar erger op geworden. Zo erg dat ze niet eens meer als team bij elkaar aan tafel willen zitten. Jullie kunnen met z'n drieën eten. Ik eet vandaag niet mee. Je eet niet mee? Ik eet later. Oké. Okay. Komt goed. Oké. Okay. Thanks. Ja, ik wil dat dus eigenlijk misschien ook doen. Ja, maar ik... Maar ja, ben niet eens. Maar kijk, jij moet gewoon even de sfeer onderhouden. Bij mij is dat al voorbij. Ja, maar dat is niet mee eens. Ja, die heb even ruimte nodig. Ja, nou ja. Komt wel goed. Wil jij je bordje geven? Ja, is goed. Lekker, lekker, lekker. Als je dit al één keer haalt, ben je... Wat? Deze vrouw is gek! Gaan we weg. Laatste. Fuck, man! Oh! Oh! Oké, gooi hem erop! Gooi hem erop!
Bo wisselt per cyclus wel een paar keer van koep. Iets waar Melanie nooit echt stil bij lijkt te staan. Maar deze keer maakt het kapsel van haar vriend wel iets bij haar los. Ik vind het gewoon echt heel stom om het hier over te hebben. Je moet echt doen wat je zelf leuk vindt. Maar ja, ook met dat kaal gaan en zo. Ik vind je niet aantrekkelijk. Nee! Ja, waarom vermink je jezelf zo? Je bent zo'n graf. Ja, wat zijn de consequenties van dat ik niet meer aantrekkelijk ben? Ja, ik weet niet. Vandaag ben ik gewoon een beetje geschrokken van hoe je eruit ziet. Ja. Je mag het gewoon lelijk vinden. Ik ben gewoon nu gewoon dezelfde guy met een lelijke koppel op. Omdat ik blonde haren heb en het lijkt alsof ik kaal ben. Ja. Ja. Afgelopen keer. Hij komt zo, Kim. Kijk. Hij komt net. Hoi, Daisy. Nu zie ik die jou aan. Vind je hem niet leuk? Ik vind het gewoon aantrekkelijk. Nee? Nee, waarom niet? Het is niet echt jouw type, hè? Hij is ook veel te lief. Hij is ook een jongetje. Ja, maar het maakt niet uit. Voor hier kant op. Nee, het gaat niet gebeuren. Laat dat zijn. Maar hoe sta jij er tegenover dan met Kim? Hij is goed, hoor. Ik bedoel, ik heb mijn gauw gespeeld. Maar jij kan het toch nu ook loslaten? Ik kan het wel is. En dan moeten we ook zeggen van oké, boem, en nu verder. Ja. Want ik ben nog steeds overtuigd dat we gewoon een versteken mondje hebben. Ja, ik denk het ook. Maar ja, we moeten wel inderdaad... De chemie moet goed zijn. Maar ik weet niet hoe een Kim daarin wil blijven hangen. Dan houdt het wel op, natuurlijk. Ja. Dan ga ik het ook niet meer proberen. Maar dan is de hele cyclus verziekt. Ja. Ik ga gewoon proberen om me niet te laten beïnvloeden door bepaalde dingen hier. Dus ik ga gewoon mijn eigen plan trekken. Ik ga me niet forceren in een bondje. Daar heb ik helemaal geen zin in. En ik ga ook zeker het gesprek nog niet aan. Maar lekker met mij chillen. Sowieso, je hebt leuke energie. Dank je. Ik vind oprecht dat de meiden het heel moeilijk vinden om te luisteren. Ja. Als wij iets droppen, is het direct... Boom. En het is ik, ja, ze denken ze hebben, dat ze de wijsheid in pacht hebben. En ja, dat ze... Terwijl ik denk, van hou nou gewoon even je smoel en luister. Laat het even op je inwerken en reageer dan. Maar het is altijd een tegenwoord, weet je. Nou ja. Een stralende zon is het beste recept tegen bepaalde schaduwen. Maar Kainé wordt niet alleen vrolijk van het lekkere weer. Vandaag gaat ze na maanden in totale afzondering eindelijk haar familie weer zien. Allemaal. Wie moet ik als eerste zijn? Hoi, Nick, hoi. Hele mooie moeder. Oh my god, hello. De star. Hallo. Wat leuk. Hello. Zo leuk. Poppetje. Poppetje. Ben jij je lieve baby? Oh, liefie. Ach, meisje, wat mis ik je. Ik heb je zo gemist. Mag niet huilen, hè? Ik heb je zo gemist. Ach, nou. Ik jou ook. Oké, okay, zo fijn. Rondleiding? Ja. Oké. Okay. Nou. Kom maar, zus. Nou, let's go. Ah, oh, schatjes. Dag, lieverd. Even adem, hoor. Jezus. Ja. Hè? Nou, je ziet er in ieder geval goed uit. Dus ja. Het gaat, ja. Het ziet er heel goed uit. Ja. Dat is al fijn. Met je haar leuk. Het is zo bizar om jullie hier te hebben. Echt. Ja. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat jullie er zijn. Hey, maar eigenlijk, als je het zo zegt, zeg je dan de eerste maand was gewoon wel een goede maand ten opzichte van de tweede? Ja, de eerste maand heb ik echt een hele leuke maand gehad. Ja, dat vond ik altijd natuurlijk ook heel gezellig. Ja. Vertel eens. Vertel eens even. Ja, ik had het natuurlijk ook heel gezellig met Daan. Wat heb ik jou gezegd? Gewoon voordat je wegging, nog. Mijn ene... Ik heb het je nog zo duidelijk gezegd. Ik zei nog,
Ten eerste, überhaupt niet. Ten tweede, niet met Daan. Nou, en ik zei, dus leuk hebben ze het samen, ja, volgens mij. Ja. Wat is dat een leuke jongen. Nee, want dus, superleuk. Nee, het was niet superleuk, hoor. Nee, wel, nee, nee. Ik moest wel even superleuk. Daarna, toen ik het even geaccepteerd, ik moest het eerst even incasseren. Toen dacht ik, hé. Hey. Ja. En nee, maar toen zag je inderdaad wel dat het gewoon heel erg gezellig was. En nee. Het is maar zijn hart is op de goede plek. Ja. Moet je het stiekem doen. Ja. Er is niks gebeurd tussen mij en Daan op de bank. Oké. Okay. Alleen een klein kusje. Oké? Okay? Oeh. Wauw. Oké. Okay. Dus, nu kunnen we weg. Dank je wel. Dat zou niet zorgen. Oh, maar wil je nog een koekje pakken? Ja, dat doe ik even. Ja. Soms vind ik het moeilijk, want dan zie ik gewoon zo dat ze zo goed is met haar moeder en zo. Dat is echt zo'n leuk, zeg maar met de zusje zo. En dan vind ik het gewoon jammer dat ik dat nooit heb gehad. En dan voel ik het er heel erg. Ik weet precies wat je bedoelt, schat. Want ik heb precies hetzelfde wat jij ook hebt. Want ik denk dat we daarin zo hetzelfde zijn. Dat je gewoon het zo mooi vindt dat iemand dat heeft, maar dat je tegelijkertijd ook enorm weet dat je iets hebt gemist, zeg maar. Weet je? Dat je dat zelf ook graag had gewild, weet je wel. En dat wil niet zeggen dat je een ander dat niet gunt, in tegenstelling. Maar je ziet heel duidelijk het verschil van, oh, het kan ook zo, weet je wel. Ja, dus en dan voel ik gewoon die warmte en zo. Ja. En dan gewoon die liefde. En dan denk ik van, oh man. Dan merk ik gewoon echt van, dat is wel echt hetgeen wat ik heb gemist. En wat ik eigenlijk heel graag zou willen, maar gewoon niet heb. Nee. En dat is zo stom. Ik mis jullie zo echt trots. Ik mis jullie zo erg en ik ben zo blij dat jullie zijn. En, oh. Ja. Ja, ik vond het ook heel fijn om je weer even te zien. Want ik merkte dat wel echt. Dat was echt nodig. Ja, echt hè. Kom ik wel een beetje over zoals dat ik ben? Je doet goed. Alleen jij bent denk ik terughoudender. Kom maar sterker uit je hoekje. Don't forget who you are. Nee, maar you are a Calamari princess. Ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Ja. Ja, dat vind ik echt super mooi dat je dat deelt. Nou, dat is echt heel mooi. Morgen in de Bondgenoten. Gaat het wel goed met Sam? Oh, wat erg, Nick. Zie die vlekken allemaal. Ja, het lijkt wel een damboot. Oh, maar in mijn nek krijg ik het ook. Het lijkt alsof ik ziek ben. Ja, de waterpokken. Echt heel ziek. Ja. Oh, wat erg! Tot morgen.